En het grappige is, als ik dan in de oude mappen aan het bladeren ben, dan zijn dat de verslagen die het meest uitgebreid zijn en het meest gestructureerd. Want daar houdt Johanna van. Structuur, rijtjes. Als er een wedstrijd geweest is, dan moet alles afgevinkt worden. De foto's in de computer en de lijsten weer op orde. In 2014 ben jij erelid geworden van onze vereniging. Ja. Ja, dat is alweer 10 jaar geleden. Dus nu zijn we 25 jaar onderweg, Johanna. En de laatste 10 jaar, ja, daarvoor misschien ook al, heb je heel veel werk gedaan om de rijders van de Friese tuigsport te helpen met het inschrijven, de contacten te doen met de concoursorganisaties. Welke rubrieken gaan we doen? Hoe ziet het programma eruit? Op welke tijdstippen? En dat is ontzettend veel werk. Je zet het klaar op de website en de mensen schrijven in. Te laat, of willen iets wijzigen, of willen zich afmelden, of weer aanmelden, of een ander paard. Het kan allemaal bij Johanna. Ze wijzigt het, werkt erbij, nieuwe lijst op de website. Het gaat allemaal door. Je bent een spin in het web, Johanna. En ja, wij weten niet hoe we jou daarvoor moeten behandelen. Even een huldering van Johanna Faber, die ten hulp brengt. Shirt ik voor het Friese tuurginderen. Dat is toch echt wat meer van witte, Henk. Want ja, dat is die vrouw. Ze had 10 jaar doet ik voorzitter bij mijn rechterhand in het bestuur west. En zat hier nou krijg ik al opmerken wat de spin in het web. Nou, dat is in de tuursport net als. Kom jou verrassen. Geweldig in de ondersteuning. Fenomenaal, joh. Die stiet ik voor jou bijna hoe een dag zongen. Voor de tuursport. Ja, de meesten die zulke dagen toch ik even de aandacht krijgen, omdat ze achter de schermen gewoon een hele grote rol spelen in die histervraat en van de chutting binnen. Terug denk ik dat ze op zijn tijd toch even in de aandacht komen. Ik al stoppen het programma even. Ik vind geweldig dat ze haar deze ere jouwen op dit podium. En dat ons blijft helpen om de tuigsport mooi op de kaart te zetten. Dankjewel.